Albert Lebbing van de Bijentuin in Doesburg. Wat doen jullie eigenlijk hier? Nou, we bestaan sinds 86. We hadden hier eerst een hele oude paardenstal omgebouwd tot bijenstal. Maar die was heel erg slecht. En dan hebben we sinds een jaar of vijf hebben we hier deze prachtige bijenstallen in eigen beheer gebouwd. En daar hebben de meeste imkers hun bijen staan. Een aantal imkers hebben ze thuis staan, maar de meeste staan hier. En dit is een prachtige locatie voor ons. De bijen beginnen bedreigde diersoorten te dreigen te worden, of niet? Ja, er zijn wel een heleboel horrorverhalen. Maar inderdaad, door varroamijten en door een aantal insecticiden die momenteel nogal gebruikt worden, is het een probleem dat de bijenstand wel in gevaar is. Ja, dat klopt. Ja. Hey, ik zie een aantal medewerkers op de achtergrond. Hoeveel mensen werken jullie hier in de bijentuin? Nou, we hebben 16 leden. En waarvan een stuk of 8 hier hun bijen hebben staan. Jullie verkopen natuurlijk ook de honing, of niet? Ja, uiteraard. We hebben als imkers natuurlijk zelf onze honing. Maar we hebben ook allemaal een aantal verenigingskasten die we verzorgen. En die honing die verkopen we of hier of bij een aantal van onze leden. En de opbrengst zit daar uiteraard voor de bijenvereniging. Ja. Ja. Nina Herwijer van de Bijentuin hier in Doesburg. Hierachter zien we een heel stuk land liggen wat nog vrij afgezet is met allerlei linten. Wat gaat er gebeuren? Dit project dat hoort naast de bijentuin. Dat gaan we de Bijenweide, hebben we het genoemd. Dat wordt een plan wat het Landschapsbeheer Gelderland voor de gemeente heeft gemaakt. En er zit een boomgaard in, een poel in. Er zitten hagen in en heggen, een vogelbosje. Dus het wordt een hele diverse beplanting. En die is voor de bijtjes, maar ook voor de insecten en voor de vogeltjes en de andere. Een stuk beetje kunstmatig natuurgebied gemaakt. Ja, het is eigenlijk een beetje kunstmatig, een beetje landschap. En het past mooi hier in deze omgeving. En het is, het is natuurlijk gemaakt natuur. De bijenweide, dat denk ik natuurlijk gelijk aan een hele grote oppervlakte met ontzettend veel verschillende bloemensoorten. Voor de bijen natuurlijk. Ja, nou dat krijg je als die fruitbomen groot worden, krijg je ook heel veel aanbod. Die heggen gaan ook bloeien. Ja. En de aarde die overblijft, die zaaien we in met een bijenmengsel. Ja. En daar zijn we nog een beetje mee bezig wat dat precies gaat worden. Okay. Hey, het is nu nog een kale bedoeling. Wat gaat er vandaag gebeuren? Vandaag is 21 maart, boomplantdag. En er komen alle Doesburgse scholen komen met groep 7 hier die heggen en bomen inplanten. En de wethouder zal een van de fruitbomen inplanten. Want het is natuurlijk een project, die grond is gemeente Doesburg. Het project is ook betaald door de gemeente Doesburg. Maar de stichting Bijenweide, Doesburgse Bijenweide, die neemt het beheer over. Ja. En dat zijn imkers. Okay. Nou, daar zijn jullie hartstikke blij mee natuurlijk. We zijn heel blij. Ja. En het is natuurlijk een hele mooie, er wordt een heel mooi stukje waar de mensen die er langs lopen ook plezier van hebben. En als het zich ontwikkelt, dan willen we ook educatieve activiteit gaan organiseren. Want dat was mijn volgende vraag. Is het ook vrij toegankelijk dan straks? Nou, voorlopig nog niet, want het moet eerst groeien. Ja. En dan gaan wij bedenken hoe we dat vrij toegankelijk maken. Want het idee is ook een insectenhotel en meerdere dingen waar je wat aan kan zien. Maar of het nou, daar moeten we nog een beetje over. Laat eerst maar eens te mooi tot bloei komen. Het groeien en bloeien, zogezegd. Ja. En dan zien we verder. Het is niet een hondenspeelplaats. Dat is natuurlijk wel van. Dat wil je beslist niet. Dat wil ik beslist niet. Nee. En ook niet waar uitgebreid gepicknickt wordt en gekampeerd. Of, Nee, het is echt een. De bijenweide. Hi. Hi. Goedemorgen allemaal. Jullie hadden hoogstwaarschijnlijk Marleen verwacht, maar helaas heeft hij vandaag een begrafenis, dus die kan niet komen. Dus wij gaan het samen overnemen. Jullie hebben de afgelopen week met Marleen op school gesproken over het nut van de bomen en de planten. En vandaag gaan jullie zelf bomen en planten zetten. Maar dadelijk gaat eerst de wethouder deze boom planten. Dat is een fruitboom. En daarvoor zou ik graag, als er nu jarigen zijn, de jarigen naar voren willen hebben. Niet te drie. Goed uitstappen. Veel beter. Veel beter. Ja, hoor. En we strak die trouwens in de kinderen staat hier zo'n dikke boom. Het groeiende bezigheid voor je, of niet? Ja, maar probeer ze boom maar eens recht te houden. Ja. Ja. Maar je werd goed geassisteerd, of niet? Ja, de kinderen deden het heel leuk. Ja. En dit is een mooi terrein. Haakt mooi in op de bijen. De bijentuin. Dus,
Mes snijden aan twee kanten. Ja. Ja. Maar de gemeente heeft dit stuk grond beschikbaar gesteld? Ja. 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 Met de bedoeling ook dat het ook voor openbaar terrein gaat worden straks? En dat het, Ja. Dat zal aan de bijenmensen afhangen, maar je kunt hier dus vertoeven en kijken straks. Hè? Ja. Ja. Weer een attractie voor Doesburg erbij. Ja. Maar het moet eerst nog even groeien. Och, dat moet snel als spullen hoor. Ja. Als je over 5 jaar terugkomt, weet je niet hoe je ziet. Hoor. Nou, dat gaan we doen. Fred, samen met jou? We mogen hopen, hè? Oké. Okay. We leven er wel zijn, dat we dat allemaal meemaken. Laten we dat afspreken. Ja. Hoor eens aan ooit. Ik ga naar het water. Waar is het? Waar is het water? Ik breek. Ja. Je kan dat echt niet, Demi Lou. Yo, check this. Ik kreeg vanmorgen ook een verrassing dood. Dankjewel. En dit is voor de kinderen, het was een groene vingers hebben. Kunnen heel vragen. Mooi. Gaan we ze geven? Ja, ik zal het vergeten. Dankjewel. Ja, oké. Allemaal voor. Dankjewel. Eén slaan. Oh, eerlijk. Ik wil weten. Ja, goed. Dames, even op dat je ook die stam niet raakt, hè? Want die mag je niet beschadigen, hè? Niet met een schof en niet met je voeten. Ja, dus daar moet je goed op letten, hè? Ja. Ja, ik kan het niet. Ik wil een kleine boom. Nee,